Ja, misschien hebben jullie het gezien, vrienden. Of misschien ook niet en waarschijnlijk niet. Dus je was aan het werk of je viert vakantie of weet ik veel wat je doet. Maar ik heb het toevallig gezien. Want ik volgde het gedoe rond die boeren. Vandaag, topoverleg, kabinet en LTO en noem maar op. Met een spanning, provinciehuis in Utrecht. Alle ogen zijn gericht op dat gesprek. Want ja, wordt het dan een beetje rustig in Nederland, ja of nee? En komen de partijen een beetje bij elkaar? En dat vraagt iedereen zich af. En dan komt de eerste mededeling. Komt dan, ja, persconferentie ongeveer om 2:30. Dus iedereen is in grote afwachting van Remkes, want die gaat dan het woord voeren om 2:30. Nou, tv aan, al het journaalje zit klaar daar, allemaal te wachten. Nee, het wordt wat later, het wordt 2:00, wordt er gezegd. Oh ja, nee, het wordt 2:00. Nou, iedereen zit weer te wachten, ik ook zit te wachten, iedereen wachten. En nee, het wordt ook geen 2:00. Uiteindelijk, vrienden, ja, om 2:30, 3:15, daar komt Remkes aangelopen. Nou, we zien hem op tv, komt hij aan. En hup, het volgende moment is hij het beeld uit. En wat gebeurt er dan, vrienden? Nou, dit is de verbijstering voorbij. Hier heb ik me zo verschrikkelijk kwaad omgemaakt, vrienden. Hier is een stoom zo hard uit mijn oren gekomen dat ze de buren zeiden: God, zet die fluitketel eens af. Meneer Remkes, die ging even weg, want meneer Remkes verscheen niet. Iedereen zit te wachten op de uitslag van dit hele belangrijke beraad. En meneer Remkes, die moet even een sigaretje opsteken. Ja, die stilte viel er bij mij ook. Dat ik denk van, nee, dat kan toch niet waar zijn? Heel Nederland zit te wachten, iedereen zit te wachten. En meneer Remkes, nee, die gaat even roken. Die moet even roken. Wat is dat? Wat een amateur. En dan nog wat. Er zit dus gewoon een verslaafde. Die moet dus dat gesprek leiden. En nu begrijp ik die boeren ook een beetje, ja. Want die boeren die hadden al helemaal van vooraf aan geen zin in die Remkes. En ze hebben gelijk. Wat is dit voor een vertoning? Waar slaat dit op? Iedereen, kan je niet laten je sigaretje roken, meneer Remkes? Dit is nou, vrienden, dit is nou het voorbeeld van de arrogantie van de macht. Ik maak wel even uit wanneer ik mijn peukie ga roken en jullie wachten maar. Nee, eikel, Remkes, jij gaat roken als je ons hebt toegesproken en daarna dan ga je maar roken. Mafketel dat je bent, potverdomme nog aan toe. Hoe kan ik me daar kwaad over maken?